En Lukaku! Oh! Vinicius, oh mooie knal, geweldige goal! Stones kop, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans en goal! Gnabry, Feyenoord! De Bruyne, oh De Bruyne! Oh, Courtois met een geweldige hand! I've always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, een nieuw seizoen van de UEFA Champions League. En dus zijn wij er ook terug op maandag met onze Champions Club podcast. De preview op de Champions League actie van de week. En deze intro is denk ik ook nog wel eens een goed moment om nog eens te herhalen dat u bij ons 100%, jawel, alles van de UEFA Champions League ziet. Alle wereldpases, alle schitterende dribbles, alle prachtige doelpunten of alle VAR-momenten, het is wat u verkiest. Alles is bij ons te zien. En dan is er nog ons team natuurlijk. Peter van den Bemt, Gert Verheijen, Wesley Sonck, Jonas Maas, Nico Lenné, Wim de Koning, Michael van Varenberg en vele anderen. Op maandag de podcast, op dinsdag en woensdag de Multilive en op donderdag op YouTube de terugvlucht. Dus bij ons mist u niks van de Champions League. Dag Frankie van der Elst, dag Gilles Mbiyebeya. Heb ik het eindelijk een keer goed gezegd, Gilles? Zeker. Ik denk dat het de vierde keer is dat hij langskomt en dan is het misschien toch eindelijk gelukt. Frankie, was het je opgevallen dat ik je naam nog niet had gezegd bij dat team? Ja? Zeker. Ik was een beetje ongerust. ik moet hem nog introduceren hier. En ik dacht ook, ik moet jou als eerste vragen, Frankie. Waarom? Ja, waarom? Ja. Waarom denk je? Club heeft dat te maken. We nemen op maandag om 12 uur, voor de mensen die dat zich afvragen. Ja. Het heeft daarmee te maken. Goh, ik dacht, ik Frankie van der Elst, 12 uur 's middags, Brussel, podcast. Daarna gaan we... eten. Een pizza eten, want pizza, dat doen we hier vaak. Goed, maar... we het erover gehad in de auto. Ja, maar je kan niet. Nee, ik kan wel. Als ik zou echt willen, kan ik wel. Oké, dat maakt het nog erger. Gilles, nee, we hebben dat al twee keer gedaan. Dat was twee keer fantastisch. Het was ik die zelf zei in de auto van we moeten dat nog een keer doen. Dat was ook iedere keer met de andere gast dat we dat gedaan hebben. Ja. Ik heb twee keer betaald, of niet? Oei. Dat weet ik niet. Het moet ook een beetje... ik kan niet zomaar zeggen in de auto. Weet je wat, nee, dat is waar. Hij moet op het kleinkind. Juliette, passen vanmiddag. Dat zijn ook afspraken die van belang zijn. Ja, absoluut. Gilles, heb jij zaterdagavond pizza gegeten en heb je jou... indien ja, verslikt in die pizza. Ik heb gelukkig niet gegeten terwijl ik voor de tv zat. Ik heb meer geweend eigenlijk dan gegeten. Ja, waarover gaat het voor de mensen die even vergeten zijn dat jij Milanista bent? Over de verloren derby. De vijfde opeenvolgende derby, die werd verloren. Vijf in de kalenderjaar. En vijf was ook het aantal tegendoelpunten van Milan. Ja, alles stond in teken van vijf dit weekend. Dus het was een dramatisch weekend voor mij persoonlijk. Ja. Het is een beetje de olifant in de kamer, hè? Maar we hebben hem meteen uit de weg geruimd. Frankie, jij gaf co-commentaar bij die wedstrijd. Inter was echt goed? Ik vond van wel, ja. Ik vond ze, natuurlijk, ze scoorden al na vijf minuten. Ja. Wat hen wel geholpen heeft natuurlijk. En nadien gaven ze een beetje de bal aan Milan. En Milan wist niet zo heel goed wat daarmee te doen. Er kwam alleen wat gevaar van de linkerkant. Inter had al heel snel eigenlijk de 2-0 moeten maken. Hè, vijf minuten na het openingsdoelpunt. Een geweldige kans voor Mkhitaryan. En dan kwamen ze wel nadien een beetje in de wedstrijd. Op het moment dat het dan eigenlijk 2-0 wordt, hadden ze wel een paar momenten om eventueel de 1-1 te maken. De tactiek, weet niet, wat jij ervan vond van Milan, ik vond hem een beetje vreemd. Pulisic eigenlijk de ganse eerste helft alleen maar op de rechterkant gestaan, terwijl dat ik denk van als je die alleen maar op de rechterkant laat staan, daar komt eigenlijk weinig van. Dan heb je een andere type speler nodig. Ook altijd inverted Calabria zie ik ook niet echt de meerwaarde ervan in. En telkens bij balverlies werden ze gepakt op snelheid. Je had nog alleen Thiaw en Kjær achterin. Man tegen man, op snelheid tegen Lautaro in Turin. Ja, tegen Thiam, bij de eerste goal. Ja, die zette twee keer in snelheid in het duel, Thiaw weg. Bracht dan op die manier de 1-0 aan. En de 2-0 maakte hij zelf. Dat vond ik een, dat was een wereldgoal. Ja. Het werd even een wedstrijd bij 2-1. Zo dacht je toch. Maar ook van dat moment kon Milan niet reageren om zich helemaal
helemaal terug in de wedstrijd te voetballen. Ja. En bij de 3-1 was het wel helemaal gedaan. Ja, Gilles, Milan, jouw ploeg. Ze waren met 9-9 aan het seizoen begonnen. Ja. Een paar versterkingen, hè, met Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Moussa, Okafor, Reinders. Chukwueze. Ben je verrast door die zware nederlaag? Ergens niet eigenlijk, omdat de vorige vier derbies zijn exact op dezelfde manier verlopen. Het is altijd Inter dat eerst scoort. Soms in de vierde minuut, soms in de tiende minuut. Zelfs 32e minuut geweest. En daarna hebben wij altijd de bal gekregen en wist niemand ermee wat te doen. Want ik denk dat Milan op zijn sterkst is wanneer ze de snelheid van Leao, van Theo Hernandez kunnen gebruiken. Wanneer Giroud als targetspits staat en niet tussen drie verdedigers staat. En wat dat Inter zo goed doet, is die hebben drie verdedigers die ook alle drie niet de snelste zijn, maar zij komen voor, zetten zich laag. En dan kunnen zij het op counter perfect uitspelen. Dus het is telkens op dezelfde manier gepakt worden. En dat is vooral. We beginnen meteen met die derby. Want ja, Inter en Milan hebben het vorig seizoen in de Champions League heel goed gedaan. Ja. Zitten er weer bij natuurlijk. Inter was verliezend finalist. Milan begint met een wedstrijd tegen Newcastle. Vroege kick-off liever op dinsdag. Wat verwacht je van die wedstrijd? Je moet het direct gaan herpakken. Ik las dat er zowel zondag als maandag bestuur aanwezig was op de training, wat ze normaal niet vaak doen. Ibrahimovic was vandaag op maandag zelfs aanwezig op de training. Dus dat betekent echt wel dat ze inzien hoe belangrijk het is. Ja. Dat ze ook inzien hoe moeilijke groep dat is met Newcastle, PSG en Dortmund. En je hebt geen tijd om te blijven staan bij een verlies. En je gaat je direct moeten herpakken en direct 3 punten in huis houden. Dat wou ik net zeggen, Gilles. Het zal heel moeilijk zijn als je met die groep in de poules aan de bak moet om het even goed te doen als vorig seizoen. Hè. Toen hadden ze wat meeval in de groep met de bezetting daar. Ja, je moet. Je hebt eigenlijk geen keuze. Als AC Milan zijnde vind ik toch dat je altijd moet richten op minstens een kwartfinale. Wanneer dat je een deftige ploeg eindelijk bijeen hebt verzameld. Dat hebben ze nu wel. Nu, ik vind dat de groep, het is een heel moeilijke groep. Het is waarschijnlijk de moeilijkste groep. Maar ik vind wel dat je het zelfvertrouwen en het zelfrespect moet hebben. Als je zegt, wij doen mee voor de titel in Italië, wat ze toch willen doen, dan moet je Dortmund en Newcastle zeker in eigen huis toch wel opzij kunnen zetten, vind ik. Ga je daarmee akkoord? Ja, dat vind ik ook wel, ja. Het is een moeilijke groep, maar ik denk dat je Dortmund wel moet aankunnen. Newcastle is een beetje van mij de vraagteken in de groep. Ik moet eerlijk zijn, ik kan Newcastle niet zo goed inschatten. Wel schitterend gedaan natuurlijk voor het seizoen. Dit seizoen wat moeizamer gestart. We hebben ook een moeilijk programma gehad in eigen competitie. Maar ja, die niet zomaar opzij zet, dat is wel logisch. En Paris Saint-Germain is ook een beetje wat een nieuw begin ook. Hè, met zonder Neymar, zonder Messi. Een beetje een nieuwe ploeg. Je was hem bijna vergeten, Lionel Messi. Ja, je moest even nadenken. Ja, nee, zijn er twee van de drie zijn weg. Ja. Laat ons zo meteen over PSG verder gaan. Nog één ding, Gilles, dat ik aan jou wil vragen. Ja. Milan zonder Belgen, plots. Ja, ze zijn er alle vier in de zomer uitgegaan. Origi is uitgeleend aan Nottingham Forest. Charles de Ketelaar is uitgeleend met een optie aan Atalanta. Salemakers zit bij Bologna en Franks, zijn optie werd niet gelicht. Dus het is ineens 4 keer eruit. Maar ik denk dat bij Milan, dat zal niet alleen aan de Belgen zelf hebben gelegen, want er zijn er heel veel vertrokken bij Milan. Dus eigenlijk met vertrek van Tonali is er ineens budget, veel budget. Dat wordt een weerzien met Tonali, Newcastle. Ja, als hij fit is, want ik had gelezen dat hij misschien niet 100% zeker is voor de wedstrijd. Ja. Wat ik toch ergens hoop, want het is toch een fantastische middenvelder. Zeker goed bij Newcastle. Een extra pigment aan de wedstrijd. Ook al, PSG, Frankie, veel collega's, en jij ook, hadden eerst zeg ik, Paris Saint-Germain gekozen als... Hoe weet je dat nu weer al? Een voorgesprekje in de auto. De picks-pronostiek, dat is altijd een terugkerend thema natuurlijk. Jij koos PSG, maar hebt gewijzigd. Ja, maar ik had meestal een beetje bevraagd ook. Hè, want onze goede collega Cyric Geoffrey, die alles kent van het Frans voetbal, had ik hem, ik weet niet, was het vrijdag of zaterdag, de vraag gesteld van Cyric, kan PSG de Champions League winnen? Gaf mij zoals altijd een uitgebreide uitleg, goed gemotiveerd ook. Maar die jou uiteindelijk toch niet heeft kunnen overtuigen om bij hen te blijven? Nee. Want het is toch te veel afhankelijk, denk ik, van Mbappé. En daar is toch altijd ook veel rond te doen, nog altijd. En ze zijn evenwichtiger wel geworden, denk ik, met het weggaan van de twee grote sterren. Natuurlijk ook veel kwaliteit kwijt, die het op hun eentje wel eens kunnen forceren. Maar om ineens de Champions League te gaan winnen,
ik had zoiets in mijn achterhoofd van misschien ja, toch maar eens PSG pakken. Ja. Maar het is een te groot risico, denk ik, om te gokken ik op PSG. Ik ga hier uit de biecht klappen, Frank. Je hebt het ook gedaan. Ik had hetzelfde gevoel, PSG, ja. Maar dan heb ik verder nagedacht ook over dat middenveld, Gilles. Wat ook nu geschreven werd, toevallig, dan 2 dagen geleden, denk ik, in L'Équipe. Ja. Wie gaat het spel verdelen? Wie gaat voor de creativiteit zorgen? Achter die jongens voorin, want oké, Kolo Muani hebben ze. Ja, Ramos, Dembele, Mbappé. Daar ligt het niet aan, denk ik. Nee, maar wie daarachter? Die zet de lijnen uit. Die jonge Uruguayan, Ugarte, die wordt toch wel genoemd als een heel groot talent. Ik ben benieuwd om te zien of hij dat ook op Champions League niveau kan. Want ik denk dat we niet moeten onderschatten dat Verratti, die nu naar Qatar is vertrokken, dat die speelde misschien maar 6-7 goede wedstrijden op een seizoen, maar dat was wel telkens belangrijk in die Champions League kwartfinales, halve finales. En op dat punt denk ik vooral dat voor PSG een punt gaat zijn. Dan kom je tegen ploegen als Bayern, Manchester City, ik hoop AC Milan ook. Dan gaat je tegen de goede ploegen komen en dan moet je ook je middenveld kunnen controleren. En of dat die kwaliteit er momenteel al is, dat weet ik maar dat, niet. Dat werd ook gezegd. Hè. Voor hem, Ugarte, is er geen vervanger ook. Want op een bepaald moment bleef hij even liggen afgelopen weekend. En was direct al, oei, daar mag niks mee gebeuren. Ja. Dat mag niet... En Vitinha, Soler, dat is misschien net niet goed genoeg. Weinig, dat zijn geen jongens die de Champions League gaan winnen als middenveld. Vitinha vind ik wel een goede speler, maar iets te weinig power vind ik vanuit dat middenveld. Ja. Wel goede voeten, maar inderdaad, als het erop aankomt... En op een bepaald moment heb ik toch elk jaar het gevoel dat PSG gewoon is aan het verliezen van zichzelf altijd. Of dat het nu ligt aan die drie voorin, of dat het nu ligt aan alles wat er om en rond de club is aan het gebeuren. Het is daar nooit... Nieuwe trainer ook alweer, Luis Enrique. Op zich geeft me dat wel een gevoel. Ja, dat, inderdaad. En je zag ook wel, ik heb een stuk gezien van de wedstrijd afgelopen weekend. Verloren, hè? Van Nice. Ja, ze hebben verloren. Van het seizoen. Thuisnederlaag. Ook weer Mbappé, de 2 goals, toch? Hè? Dus, maar je ziet onmiddellijk wel de hand van Enrique, vind ik. Dat wel. Het veld heel, heel breed houden op de zijkant. Echt zo, Barcelonees. Ja. Dortmund werd hier daarnet al even genoemd, maar ja... Blijft moeilijk te voorspellen hoe Dortmund presteert. Gilles, vorig seizoen, laatste speeldag, kunnen kampioen worden, doet het niet. Dat typeert Dortmund eigenlijk helemaal. Ja, en ze zijn hun beste speler kwijtgeraakt met Jude Bellingham. En Marco Reus is ook niet meer wie dat hij was. Haller denk ik nu wel aan een spits is die heel veel doelpunten kan garanderen op een jaar. Maar ik betwijfel of dat dan een ploeg is die halve finale Champions League kan kunnen halen. Net te kort voor de top in Europa, of de Champions League toch. Hè? Felix Nmecha hebben ze gekocht, de broer van, de man die we kennen van Anderlecht natuurlijk. 30 miljoen hebben ze daarvoor betaald. Fulkroeg, ook 13 miljoen, spits. En Rami Bensebaini van Lies, ooit nog op een blauwe maandag, die staat daar nu op de linksback, heb ik gezien. Maar goed, wel een interessante poelen, we gaan het zien. Wie is jouw favoriet eigenlijk voor de eindzege, Gilles, als we dat ook even mogen vragen? Goh, ik denk Manchester City. Ik denk toch. Wie heb jij dan gekozen? Wel, ik dacht, ik wil geen meeloper zijn en ik ben voor Arsenal gegaan. Ja? Dat heeft niemand anders, denk ik. Nee. Ik ben dat uiteindelijk toch ook weer voor Man City gegaan. Ja. Ook omdat ik dan denk, Doku... Ik vind Real Madrid moet je altijd kiezen. Dat deed ik vorig jaar ook. Ik ben wel benieuwd naar wat die kunnen brengen als die effectief de switch gaan maken met de middenvelders. Gaan die effectief durven om op een bepaald moment te zeggen Kroos en Modric is genoeg, het is competitie en beker. En Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Ik heb ze nu al veel zien spelen dit seizoen. En gisteren ook. Echt een goede match. Ik weet niet of jij de match gezien hebt gisteren. Dat was echt... Want de wedstrijd was om 9:00 en tegen Sociedad. Je hebt dan al de ganse dag gekeken. En meestal is dat al een keer zappen. Maar nu was dat van in het begin echt een goede tempo, goede wedstrijd. Ik heb de ganse wedstrijd uitgekeken. En voor mij was het de beste wedstrijd tot nu toe van Real Madrid. Mm-hmm. Gisteren was ook weer... Ze hadden weer niet veel overschot, maar dat had ook te maken met Sociedad. Ook wel een goede ploeg. Maar het moet toch nog... Maar ja, goed, die indruk heb je vaak bij Real. Het moet beter, denk je dan. Die pieken nog wel op het juiste. Dat is een beetje met City heb je dat ook altijd. Die spelen altijd zo op 80% tot december, januari. En dan vanaf dat je zo de indruk begint te krijgen van oei, nu moet het komen, dan kunnen die wel een reeks neerzetten. Natuurlijk, Vinicius geblesseerd. Courtois er niet bij. Achterin Militao, Benzema kwijt. Het is natuurlijk een serieuze aanpassing, ander systeem. In de 4-4-2. Dus, maar ja,
ze winnen hun matchen. Hè. En gisteren was het echt goed, vond ik. Mm-hmm. Ja, op zondag kan je niet, hè, s'avonds. Dan heb je je eigen podcast, Barotelli, Gilles. Dus dan gaat het over het Belgisch voetbal bij jou. Over een Belgische ploeg gesproken. We hebben natuurlijk ook een Belgische vertegenwoordiger in de Champions League. Dat is een keer niet Club Brugge, zoals de vorige jaren. Maar wel Antwerp. Barcelona-Antwerp, mannen. Ja. Meteen een affiche om van te smurren. Hè. Daar kijken we naar uit. Het is niet in Camp Nou, dat weten we, maar... Dat is een detailtje. Geeft niet, hè. Ja. misschien goed. Ja, ik weet het niet. Wat verwachten we van die match? Barça tegen Betis, gewonnen met 5-0. Ja. Die lijken klaar voor Antwerp. Ja, Barça lijkt op dit moment volgens mij een van de betere ploegen in heel Europa. Als je ziet hoe een geolied team dat is. Met beperkte middelen toch een goed team samengesteld. Met João Felix, João Cancelo, Gundogan die erbij gaat komen. En je hebt al een Frenkie en een Pedri die dat daar zitten. Dus daar staat gewoon een fantastisch team. Die zullen ook wel voor de groepswinst gaan. En waarschijnlijk, als die op dit elan kunnen blijven doorgaan, gaan die misschien zich ook nog op een bepaald moment uitspreken als favoriet voor competitie of de Champions League. Heeft hij wel een beetje gedaan gisteren na de wedstrijd. Xavi gezegd van oké, het is echt wel een heel belangrijke competitie voor ons dit seizoen. We zijn sterker dan de voorbije 2 jaar. Dat zijn de exacte woorden van hem. Ik vind het wel fijn voor João Felix dat hij uiteindelijk weg is uit het stramien daar, vast stramien. Simeone. Bij Simeone, dat hij nu zijn talent wat meer kan laten spreken. Dus daar ben ik echt wel benieuwd naar, hoe dat hij, wat hij kan brengen, nu dat hij wat los is van Simeone. En ik kijk uit naar Lamine Yamal. Echt waar. Ja, die is fantastisch. Ja. Fenomenaal. Dan kijk ik. Wat voor de mensen die hem nog niet zo goed zouden kennen, wat valt er jou op bij die jongen, die piepjongens? Het gemak waarmee hij voetbalt. Het gemak ook waarmee hij met Spanje dat doelpunt maakt ook. Dat is gewoon een fantastisch mooie voetballer om naar te kijken. Oké, hij is nog piepjong en blijkbaar kreeg Xavi op de persconferentie de vraag van ga je hem niet een beetje sparen? Hij zei ja. No way. Ik behandel hem zoals iedereen binnen de kern. Ik ben echt wel benieuwd. En ook voor de mensen die hem nog niet kennen, het is echt wel alleen voor hem al, zou ik eens kijken naar Barcelona. Het is gewoon een genot. Een lust voor het oog. Ja, wat kan het nog meer zeggen? Nee, dat is meer dan voldoende. Mooie linkerpoot. Ja, echt fantastisch. Antwerp dan. Volwassen zegen, Gilles op Westerlo. Ja. Makkelijk eigenlijk weer. Wat verwachten we van de Great Old in de Champions League? Het is al een succes natuurlijk dat ze zich geplaatst hebben. Ja. Ze hebben niks te verliezen. Nee, ze moeten zich richten op overwinteren. Hè. Overwinteren zou fantastisch zijn. Dat zeg je meteen. In de groep met Shakhtar en met Porto er nog bij. Derde plaats. Plek. Het is een beetje een afwachting. Ik kan Shakhtar ook niet zo goed inschatten op dit moment. Ik heb even gekeken. Ja. Vroeger zat dat vol met Brazilianen. Nu hebben ze er nog 2, geloof ik, in de ganse kern. Staan wel mee opnieuw bovenin. Ja, ze hebben al heel veel wedstrijden gespeeld. 17 op 21, Dus in dat Oekraïne. Is het. Dat is nog altijd wel een goede ploeg natuurlijk. Ja. Maar ik veronderstel dat die toch in vergelijking met het recente verleden toch wel aan kwaliteit wat hebben ingeboet. Ja. Met het middenveld staat er nu Yegor Nazarina, die zelf ooit bij Antwerp heeft geschot toen dat ze net waren gepromoveerd. Dus die zijn qua kwaliteit toch niet wat dat ze... Nee, dat denk ik ook. Wat dat ze in de jaren met al die grote Brazilianen waren. Dat denk ik ook, inderdaad. En... Ja, dat is de impact, onvermijdelijke impact van het conflict daar. Dat is logisch natuurlijk. Weten jullie trouwens wie de trainer is van Shakhtar? Ik weet dat de Serbië daar heeft gezeten voordat hij naar Brighton ging. Een Nederlander. Ja, sterk. Ik heb gisteren Patrick gezien. Van Leeuwen. Geen bekende naam. En dan stel ik meteen een quizvraagje, nu we hier toch allemaal samen zijn. Er zijn 5 Nederlandse coaches in de Champions League. Dat is een record. Wie nog? Van Bommel. Slot. Van Bommel. Slot. Dan Peter Slot. Bos. Peter Bos. Nog eentje. 4. Dingetje van United Ten Hag. Perfect. Ja, mooie tandem. Ja, mooie tandem. Goed. Met 2 kunnen we 5 op 5. Die ene Belgische of Nederlandse coach, liever maar coach in België, dat is natuurlijk Mark van Bommel. En de collega's, journalisten van het Champions League magazine, die hebben Van Bommel even kunnen strikken. We gaan eens luisteren naar wat hij zei. Ik herken hoe zij zich voelen. En daar kan ik zo op voorbereiden. Heel veel trainers gehad. Op hoog niveau bij grote clubs. Van iedere trainer een paar dingen meegenomen. De manier van voetballen, maar ook in omgang. Hoe ga je met spelers om? Dat een beetje met mijn eigen spelidee samengevoegd. Agressief naar voren. Balbezit. Met veel plezier. En nooit opgeven. Ja, Mark van Bommel, toen hem werd gevraagd hoe ben je als trainer? Wat is je aanpak? Ik laat het even horen, want Van Bommel bij Antwerp, mannen, dat is
voorlopig toch één groot succesverhaal. Hè? Ja, nog niet veel misgedaan. Elke keer als hij zelfs tegenslag heeft gehad, is hij er beter uitgekomen. Ik herinner me de blessuregolf net voor de winterstop. Dus hij heeft Stengs en Vermeer er gewoon ingegooid. En dat werkte op een bepaald moment. En hij is Nainggolan kwijtgeraakt en het werkte nog steeds. En niks moeten... Altijd rustig gebleven, zeer duidelijk geweest in de manier van spelen. Ja. En de communicatie ook in het doorhakken van knopen. Ja. Nainggolan heb je al genoemd. Was zeer snel over met Birger Verstraat, Duomo in het begin. Onmiddellijk, Moet in de pas lopen of je gaat eruit? Ja, nee, maar ik denk dat hij wel heel goed kan inschatten wat er precies nodig is op dat niveau om succes te hebben. En dat je dat, dat je dat op een heel serieuze manier moet doen. Iemand die het maar half doet, denk ik, maakt geen kans bij Van Bommel. En Gilles, dat gaat... Hij heeft ook bij Barcelona gespeeld. Hij heeft die internationale ervaring als speler. Dat gaat ook wel een troef zijn, denk ik, in die Champions League voor Antwerpen. Ja, hij zal vooral rustig kunnen blijven op momenten dat het moeilijk zal worden. En vooral, ik denk dat heel veel spelers daar vooral ook vertrouwen van krijgen en rustig gaan worden, wetende dat dat iemand is die WK-finales heeft gespeeld, Champions Leagues heeft gewonnen, die op alle niveaus op de top heeft gepresteerd en meegedaan en heeft gepresteerd. En als je dan twee jonge gasten op je middenveld hebt lopen in jezelfde positie, die gaan ook zich kunnen aan vasthouden en die weten ook dat hij... alle kneepjes van het vak heeft en hun perfect daarvoor zal voorbereiden. Dus dat gaat een enorme rust geven in de ploeg. Dat is inderdaad wel zo. Als je weet dat er iemand langs de kant staat die je kan helpen. En vooral in de moeilijke momenten natuurlijk. Uitstekende people manager is hier tot nu toe. Ook zijn interviews, wat hij vertelt, het is altijd wel juist. En ook kan iedereen zo'n beetje inpakken. Ja. Daar is ook wel sterk in, vind ik. Absoluut. Armen rond de schouder. Zullen op de club allemaal heel blij zijn dat hij heeft bijgetekend. Zeker. Porto, misschien nog heel even bespreken, mannen. Die staan ook aan de leiding in Portugal, 13 op 15. Taremi is uiteindelijk gebleven daar. Otavio is natuurlijk weg naar Saoedi-Arabië. Ik heb niet het gevoel, kan verkeerd zijn, dat dat een selectie is die echt versterkt is in vergelijking met vorig seizoen, toen bijvoorbeeld Club Brugge daar ging winnen. Ja, maar degene die dat daar nog zitten, daar staat wel een goede ploeg. En Conceição is ook nog altijd coach. En Conceição is nog coach, dus ze zijn echt niet zoveel verloren. Het feit dat ze Taremi nog hebben kunnen bijhouden, want die was bij beide ploegen in Milaan genoemd, dat zal vooral voor hun een versterking zijn. Dat is een garantie op doelpunt geweest de laatste 2-3 jaar bij Porto, dus... Zij hebben niet al te veel aan kwaliteit moeten inleveren. Dus zij zullen echt wel moeten strijden voor die... Ze zullen zelfs, denk ik, Barcelona twee uur aan de schenen willen leggen voor die eerste plek. Want ik denk dat zij wel erop rekenen dat zij Antwerpen en Shakhtar achter zich houden. Ja, dat is inderdaad wel zo. Dat zij wel denken van, dit moet wel lukken. Uh-huh. Maar langs de andere kant... moet Antwerpen toch ook met een bepaalde ambitie eraan beginnen. Ik heb niet het gevoel denk dat denk je dat de top 2 haalbaar is voor Antwerpen? Wat? Kwalificatie. Dat kan, hè. De club heeft het vorig jaar gedaan tegen Porto toch ook. Dan waarom Antwerpen dan een keer niet? Dat is Sint-Jaar de Brugge tegen City en PSG speelde. Op een bepaald moment hebben we ook nog geloofd dat het kon. Hè. Dus ik moet zeggen, vorig jaar was ik wat te voorzichtig in mijn voorspelling. Misschien nu een beetje... Of voorspelling. Misschien nu een beetje te positief. Maar ik vind dat er bij Antwerpen... Antwerpen is ook gegroeid als je... Je hebt het ook gezegd, de manier waarop ze in Westerlo gaan winnen. Vingers in de neus eigenlijk. Ja, vingers in de neus. Foutje van de tegenstander afstraffen. En van dan af gewoon perfecte controle. Wachten op de momenten die er nog komen. Met een geweldig spelende Keita en Vermeer vond ik ook weer vrijdagavond. Dat zit gewoon heel, heel erg goed in elkaar. En tegen Barcelona zal dat ook waarschijnlijk te weinig zijn. Ja. Geen schande, maar tegen die andere ploegen... Dat is ook een wedstrijd. Dat is misschien heel ondankbaar om te beginnen. Maar anderzijds, stel dat je nu 4-0 verliest aan Barcelona, dat is nog altijd niet het einde van... Als Betis met 5-0 verliest, kan je die winnen in eigen competitie al met grote cijfers. Dus het kan gewoon gebeuren dat je daar een pandoring van krijgt. Maar dan is natuurlijk, het... je kan misschien denken, we hadden misschien beter eerst thuis begonnen. De laatste match naar Ginder. Tweede match is thuis tegen Shakhtar, denk ik. Als ik niet die moet dan, dat is al meteen wel van moeten. Een winstmatch moeten kunnen zijn. En dan doe je volop mee. Hè. Ja. Shakhtar, als ik me niet vergis, hebben die vorig seizoen met 7-1 verloren van Feyenoord op een bepaald moment. Was dat vorig seizoen? Ik neem het maar als bruggetje, omdat Feyenoord natuurlijk ook Champions League weer speelt met de Nederlandse coach, Arne Slot. Wat verwachten we van hen? Celtic is de eerste tegenstander. Calvin Stengs speelt daar.
Ueda is geblesseerd. Ja, maar dat is een goede ploeg. Hè. Het gaat steeds beter draaien. Ze speelden een geweldige wedstrijd afgelopen weekend. Slot vond dat zelfs de beste die hij in 2 jaar Feyenoord gezien tegen heeft. Heerenveen, zelfs, hè? Ja, en zelfs en nam er AZ bij. En tegen Celtic. Ik denk dat ze tegen Celtic wel kunnen winnen. Ze hebben nu 3 keer op rij meer dan 5 keer gescoord. Ja, ze hebben, even kijken, 17 keer gescoord in de laatste 3 wedstrijden. En ze begonnen met 2-6, maar hebben intussen 9-9. Ja, Jiménez is ook terug, de Mexicaan. Dus. En die zijn ook versterkt, hè? Want ze zijn kampioen geworden en eigenlijk ook versterkt. En dat kunnen doen in Nederland. Nu, jij zei het net ook, PSV zou waarschijnlijk ook nog mee over de titel. Maar Ajax zal sowieso achter zich laten op dit moment. Nou, die hebben 4 punten zeker voorlopig op 12 of 5. Voilà. Ajax. En, dus Feyenoord kan zich nu volledig geld, voort, want het is geen ploeg. Het is al jaren toch. Ja. Geld is daar al jaren een probleem. Ja, maar toch er wel weer aan gebouwd aan de financiën in de laatste jaren. En ook onder slot toch wel progressie gemaakt op dat vlak. Zeker. Andere ploegen in die poelen, dan heb ik het over groep E. Dat zijn Lazio en Atletico. Ja, Atleti heeft 3-0 verloren dit weekend bij Valencia. Lazio met 3-1 verloren bij Juventus. In die poelen, wie is er favoriet? Wie gaat zich plaatsen volgens jullie? Goh, ik denk dat dat zo'n poelen is. Net zoals vorig jaar denk ik dat er een groep was met Tottenham en Marseille. Ja. Waar dat je kon, op de laatste speeldag nog kon zeggen, iedereen kan eerste en vierde worden. Ik denk dat dat in deze groep ook wel eens zo kan zijn. En dat het zeker voor Lazio en Atletico moeilijker zal worden dan ze afhankelijk zullen hebben gedacht. Ik denk dat Feyenoord daar zich kan in mengen. Celtic heb ik wat minder vertrouwen. Ja. Ook al is het fantastisch om daar te komen. Maar als ploeg heb ik daar wat minder vertrouwen in. Maar Feyenoord gaat het die twee wel lastig maken. Lazio heeft maar 3-12 in de eigen competitie. Ja. Ze wonnen wel bij Napoli. Dat was dan wel een mooie overwinning natuurlijk bij de kampioen. Goed, we zullen wel zien wat die groep betreft. We gaan gewoon door naar een volgende poelen, groep C. En dat is Braga tegen Napoli, eerste speeldag. En Real Madrid tegen Union Berlin. Real en Napoli, dat zou in principe niet mogen fout gaan, denk ik, in deze groep. Dat zou niet mogen. Maar zoals we net al zeiden, bij Real is het nog niet 100%. En bij Napoli is ook niet meer het Napoli van vorig seizoen. Spalletti is weg. Ja, Spalletti is een groot gemis. Ja. En ik denk dat elke ploeg de laatste 4-5 maanden een dubbele dekking op Kvaratskhelia heeft gezet. En die heeft al bijna niks niet meer gescoord of assist gegeven van het open spel. Dus het zal eens van een andere kant moeten komen. En ze moeten zien, van kunnen wij van op ons middenveld op een hoog tempo kansen creëren. Maar Spalletti missen is een enorm puntenverschil. Kvaratskhelia was al ontevreden na een wissel, zag ik dit weekend. Dus dat gaat inderdaad niet zo evident worden. De tweede speeldag is het trouwens al Napoli tegen Real Madrid. Mooie affiche. Dan gaan we naar de topper van woensdag. Bayern tegen Manchester United. Dan zitten we in groep A. Ja, United, dat was een probleem, hè? Tegen Brighton, van het kastje naar de muur gespeeld afgelopen weekend. Maar niet alleen tegen Brighton. Hè. Ze hebben elke topwedstrijd al verloren dit seizoen. Hè. Tegen Tottenham, tegen Arsenal. Tegen Nottingham 0-2 achtergekomen. Hebben ze nog kunnen rechtzetten. Dus echt vlot loopt dat daar niet. En er is ook altijd wel gedoe, hè. Rond de ploeg. Hè. Greenwood, dan hebben we Sancho. Anthony Sancho. Maguire ook nog altijd. Iedere keer dat hij weg is geweest met de nationale ploeg, is dat een item. Dus dat is zeer vervelend. Maar ze gaan. Het is niet het allerbeste United, maar als je kijkt naar de groep, gaat United en Bayern zich wel plaatsen. Ja, want de andere ploegen zijn Galatasaray en FC Kopenhagen. Ja, ik moet wel zeggen, Galatasaray heeft wel een goede ploeg gebouwd in de laatste jaren. Gekocht, maar ik heb ze zien spelen in de play-offs en dat was heel zwak. Ik vond dat ook niet goed, eerlijk gezegd. Het was nog niet goed genoeg, maar ik heb wel de indruk... Ze hebben er nog een paar op het einde bijgenomen, geloof ik. Ze hebben nog Davinson Sanchez ook gehaald. Ik denk dat voor de rest... Ze hebben Demir Bay, Ndombele, Tete, Zaha, Ziyech, dus er zijn grote namen. Icardi ook voorin. Icardi hebben ze gekocht. Die speelden er allemaal. Ik vond het tegen Molde, was het geloof ik. Die ze hadden het er kunnen uitleggen. Dat zomaar gekund. Hè. Het moet sowieso nog beter, maar qua namen moeten ze, is dat zeker geen slechte ploeg. Het moet dan ook nog kloppen op het veld. Maar ik heb bij United toch vooral de schrik van... Op dit moment kunnen die van elke ploeg wel verliezen. Ja. Zoals dat ze de voorbije dagen in de Premier League opzonden. Ik hoop nu wel dat ze goed genoeg zijn voor hun om deze groep minstens tweede plek te halen. Ik denk dat ze in Kopenhagen moeten ze toch wel achter zich hebben. Harry Kane bij Bayern. Jongens, je start met 4 doelpunten al. Dat vind ik wel iets om naar uit te kijken. Harry Kane in de Champions League bij een andere club, bij Bayern. Ja, eindelijk bij een dominantere ploeg. Hè. Bij een ploeg waar dat hij zelf niet het spel nog moet gaan verdelen. Ook. Dus echt
de spits zou kunnen zijn. Ik ben benieuwd of dat kan resulteren in het aantal doelpunten dat hij voor Tottenham de voorbije jaren telkens heeft gescoord. Als dat lukt, dan zijn ze eigenlijk ook een van de favorieten. En dan moeten we weer kijken naar die regelen. Hij speelt nog wel een beetje zoals bij Tottenham ook, nog vaak afhakend. Maar komt toch, is het jarenlang gewoon geweest? Komt wat minder in het spel voor dan bij Tottenham. Je krijgt de indruk dat hij daar wat meer vrijheid kreeg van de tegenstander op het moment dat hij afhaakte. Want ik heb al een aantal keer Bayern gezien. Is minder het geval, maar hij heeft nog altijd een neus voor doelpunten. Hè. Iets wat zij nog wel nodig hadden, denk ik, Bayern. Na het weggaan van Lewandowski was dat toch een gat dat niet opgevuld werd. Maar het geheel loopt ook nog niet zo vlot. Hè. Tuchel is altijd zo'n beetje... Ja. En ze krijgen veel kansen, doelpunten tegen, ook nog altijd. Kim Min-jae hebben ze nogthans binnengehaald, de verdediger van Napoli. Ja, maar het is ook zeer aanvallend. En op de counter ligt daar ook wel wat ruimte voor de tegenstander. Hun topwedstrijden, nu afgelopen weekend, die kunnen winnen tegen Leverkusen. 2-2. En nog redelijk wat kansen gehad. Oké, zij ook wel. Bayern, moet ik zeggen, de Supercup verloren van Leipzig thuis, 0-3. Ja. Dus toch vraagtekens ook bij Bayern? Maar, niet om zich te plaatsen, maar later. Ja. Ja, dan moet het ook nog wel wat verbeteren. Mm-hmm. Woensdag heb ik het geluk om naar Arsenal PSV te mogen gaan. Dat is ook wel een leuke affiche, moet ik zeggen. Arsenal terug in de Champions League, dat is mooi. PSV er ook weer bij, hebben de Rangers uitgeschakeld in de playoffs. En ik had vorige week de mogelijkheid om even te praten met Jorbe Vertessen over de kwalificatie van PSV via videocall. Ik heb hem onder andere gevraagd naar de kwaliteiten van Noah Lang, want dat is natuurlijk sinds een paar maanden zijn ploegmaat. Ja, je ziet gewoon dat hij kwaliteit heeft aan de bal vooral. En zijn acties... 1-op-1 zijn gewoon enorm goed. En die kwaliteit hebben wij nodig om tegenstanders te kloppen. En ik denk dat hij alleen maar positieve indruk heeft gemaakt tot nu toe. En dat ook nog wel verder gaat gebeuren. Dus ik ben wel positief verrast dat hij hier is gekomen. Ja, Noah Lang die heeft afgelopen weekend ook een mooie goal gemaakt. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Mooi stiftertje. Is belangrijk, maar heeft zich geblesseerd. Dus het zou kunnen dat hij niet kan meedoen in Londen. Ja, dat is natuurlijk wel jammer voor hem. En ook voor PSV. Ja. Het heeft zich onmiddellijk goed geïntegreerd. Van de eerste momenten getoond wat hij kan. Ja. Weet je, Nicola, dat is een speler die niet nadenkt. Hè. Zet die waar ook. Hè. Die krijgt een bal en die gaat zijn dingen proberen. De wingers van PSV, Bakayoko aan de ene kant, Lang aan de andere kant. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Als ze allebei fit zijn. Het zijn allebei smaakmakers. Hè. Dus op dat vlak denk ik wel dat PSV vooral op individuele kwaliteit zou moeten proberen om in die groep een tweede plek te gaan forceren. Ik denk Sevilla en Lens zijn de andere twee ploegen. Hè? Ja, en ik denk dat die met drie eigenlijk gaan moeten strijden voor een tweede plek. Ik denk dat Arsenal, als zij zichzelf zo serieus nemen als ze vorig jaar hebben gedaan in de Premier League, en met de kwaliteit dat zij er nog hebben bijgekregen... Declan Rice onder meer. Dan zijn zij wel de favoriet. Ja. Dus, ja, dat denk ik ook. Wie is voor jullie de beste speler van PSV? Goh. Lozano is er ook bijgekomen, maar ja. Dat was ook niet meer wat daarvoor is geweest bij Napoli. Nee. Goed, Veerman in het middenveld maakt veel... Kijk, dat had ik nu niet verwacht dat je dat ging zeggen, Frankie. Maar het is wel een mooi opstapje, want ik heb ook de vraag gesteld aan Jorbe Vertessen. Wie heeft er op jou al het meeste indruk gemaakt bij PSV? Dit is zijn antwoord. Oeh, moeilijke vraag. Dan denk ik toch dat ik voor een Joey Veerman ga kiezen. De rust die hij heeft aan de bal, ook in de trainingen, het overzicht dat hij heeft, dat is gewoon insane. En dat valt mij gewoon op in wedstrijden, maar ook in trainingen. Ja, Sangaré is weg, maar blijkbaar, Gilles, we zitten hier toch met een kenner. Was dat afgesproken? Dit was geen afgesproken spel. Echt waar. Ja, ik herken een kenner wanneer ik hem zie. Joey Veerman, die ook zijn debuut gemaakt heeft bij de nationale ploeg, als ik me niet vergis, onlangs. Goed, dat over die poelen, Sevilla en Lens, of misschien nog één naam. Luke Bacchio speelt bij Sevilla, ook leuk, een Belg. En gescoord. En de winning goal gemaakt bij zijn debuut in Sanchez-Pizjuan. Ja, nee. Mooi voor hem en ook een zeer mooie ploeg. Hè. Uh-huh. Sevilla, een geweldig geschiedenis, geweldig stadion, geweldige stad.
met geweldige spelers. Dus ik vind, ik vind echt wel... Klinkt alsof je hoopt dat ze doorstoten, dat je er een keer naartoe kan nog. Ja, we zijn er samen nog ooit geweest. We zijn al overal geweest samen, Frankie. Ja, je was aan het klagen dat er zoveel trappen waren. Echt? Naar boven. Maar intussen ben ik fit, hè. Dat is het verschil. Ja. Die heeft wel een heel aantal goede spelers ook mee. Sergio Ramos. Suso, ja. Ramos, Navas, ja. Rakitic daar nog rondlopen. Als je kijkt naar de competitiestart, ze begonnen wel met 0-9. Gisteren de eerste overwinning pas. Dat is vorig jaar ook moeizaam begonnen. Nu we toch bezig zijn met wat aandacht voor de Belgen, Bakayoko, Vertessen, Luke Bakio. De goal van Doku gezien, Gilles? Ja, heel blij geweest. Dat is, schitterend toch? Fantastisch. Ik denk dat... Indrukwekkend vond ik dat doelpunt. Ja, maar hoe lang dat Grealish zo heel vaak heb zien moeten terugdraaien telkens als die in dekking stond, had ik eindelijk zo het gevoel van, daar staat iemand, wat we net zeiden over Noah Lang, denkt niet na en die probeert zijn man elke keer voorbij te gaan. En als je dan zo direct je eerste goal kunt maken, zo snel ook, nadat iedereen altijd zei van de statistieken, dan zal het hem vooral goed doen. En dan hoop ik dat hij daar zo snel mogelijk een gevolg aan kan brengen. Ja, we hebben het dan over groep G, waarin City tegen Rode Ster Belgrado speelt en Leipzig tegen de Young Boys. Kevin De Bruyne natuurlijk nog in de lappenmand. Maar in die andere wedstrijd gaan we ook een Belgische actie zien in principe. Dat is Loïs Openda. Ook die hebben we kunnen spreken. En op Openda hebben we vooral gevraagd waarom de keuze voor Leipzig. Ik denk dat het een van de meilleure opties que j'avais. Il fallait que je prenne cette option-là. Et je l'ai prise. Je suis très, très fier de cela. Et franchement, je pense que pour l'instant, tout se passe bien. Tout le monde le voit. Et je m'épanouis vraiment beaucoup là-bas. Je suis très content d'avoir fait ce choix-là et maintenant, comme je l'ai dit, je le redirai, c'est à moi de travailler et à continuer à marquer les esprits. Ja, een goede stap inderdaad, wat Openda zegt. Hij heeft voorlopig, we hebben 4 speeldagen daar afgewerkt in de Bundesliga. Gilles, 3 goals, 1 assist. Ja, perfecte start. Ik denk dat het ook een logisch gevolg is na wat hij bij Lens net heeft bewezen. Dat hij weer een stap hoger opmaakt naar een ploeg die in de Champions League toch mikt meer op overwintering. Ik denk dat dat in deze groep ook zeker een mogelijkheid is. Je hebt enkel City waar dat je... Ja, waarschijnlijk gaat niemand daar iets tegen kunnen doen. Daar hebben ze vorig jaar een serieuze klets van gekregen. Zeker daar. Hè. Hij is ook op Openda niet bang van de concurrentie. Er zijn nogal wat spitsen daar, maar ook daar wist hij te vertellen. Ja, ik heb wel het vertrouwen. On a 4 top attaquants, Werner international allemand, Poulsen Danemark en Cesco qui avec son pays. Donc c'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais c'est de la bonne concurrence, c'est-à-dire que voilà quand je dois jouer avec Poulsen, Werner ou Cesco, on sera toujours là à céder sur le terrain et si c'est eux, ce sera la même chose. Donc c'est une bonne concurrence en tout cas. Goede concurrentie en voorlopig staat hij ook gewoon in de ploeg. De combinatie met Xavi Simons loopt ook lekker. Hè? Ik weet niet of jullie de doelpunten tegen Augsburg hebben gezien. Allebei heel goede voetballers. Ze vinden elkaar ook gemakkelijk. Hè? Dus, en wat de afwerking van hem bij de goal was mooi. Hè? Prachtig. Aannemen en dat ging supersnel. Hè? Maar hij zei het ook dat hij... Ja, zijn concurrenten, maar van die drie won ik Cesco toch echt wel nog. Ik doe mij een beetje denken aan een jongen Zlatan Ibrahimovic. In hoe wat een lichaam, het postuur dat hij heeft. Maar toch ook zoveel techniek en zoveel controle met de bal. Dat is echt een fantastische speler om naar te kijken. Ik verwachtte hem vorig jaar al. Op dat niveau. Hè. Een beetje met Salzburg. Cesco bedoel je? Ja, Cesco. Ja. Was een beetje een tegenvaller. Maar wel iemand met geweldige kwaliteit. Ja, gewoon aan het seizoen begonnen. Ook met Tsjechië in de Nations League. Het is een groep waarin Leipzig en City met gemak gaan doorstoten. Hè. Belgrado, Young Boys. Dat zou moeten, ja. Iets anders zou een grote verrassing zijn, denk ik. Ja. Oké, dan hebben we nog 1 groep te bespreken. Dat is groep D. Gaan we het heel kort overhouden, denk ik. We hebben Sociedad tegen Inter. 2 ploegen die we al min of meer hebben vermeld. En Benfica tegen RB Salzburg. Dat is ook een redelijk open groep, denk ik. Dat is een groep, denk ik. Ik denk wel dat Inter daar los eerst gaat spelen als ik zie hoe dat die aan het seizoen zijn begonnen. Ja. Hebben vorig jaar ook een Champions League finale gespeeld en die zijn eigenlijk nog beter geworden. Dus het is vooral uitzien wie dat daar voor die tweede plek gaat kunnen strijden voor mij. Nou, Benfica altijd wel kandidaat altijd in Maria teruggekeerd. Ja, ze zijn er een paar kwijt. Kukcu gehaald. Ja. Maar goed, Grimaldo weg, spits vertrokken. Ramos. Maar Ramos inderdaad. Sociedad, beviel hem het toch gisteren. Hè? Niet slecht. Dus interessante poelen. Ja, zeker. Inderdaad, zoals Gilles zegt, achter Inter redelijk evenwichtig. Redelijk. Ik denk dat Salzburg misschien de minst is van de 4. Maar tussen Benfica en Sociedad gaat dat toch een mooie strijd worden. Ja.
Alright, goed mannen, dat was op een drafje door de wedstrijden van deze week. We hebben nog een paar Belgen niet vermeld, waarvan we hopen dat we ze toch in actie gaan zien. Duranville bijvoorbeeld, Chichouba misschien, die is jong, maar zit bij Lens daar in de ploeg. Wie hebben we nog? Trossard, bij Arsenal, maakte de winning goal dit weekend. Witzel bij Atletico, centrale verdediger. De terugkeer van Dries Mertens bij Galatasaray in de Champions League. En Courtois. Nou, nieuwjaar dan hopelijk. Hè. Goed, dankjewel, Frankie van der Elst. Voor de beker omhoog. Voor de beker, voor de redding. Gilles, dankjewel. Ik hoop dat Milan het beter doet dan afgelopen weekend. Ik hoop het ook, dankjewel. En morgen, dinsdag, om, wat is het, 7:15, multilive bij Pix Plus Sports. We gaan er weer aan beginnen. We gaan er weer van genieten, dames en heren, van de UEFA Champions League. Tot snel.